Ja, vrienden, sta ik hier. Kijk hier. Kijk, is dat eventjes een heerlijk gezicht, zeg. In zonnig Spanje ergens. Te wachten, hier op een hoekie. Kijk, hier op die hoek, want hier vandaan moet zo Jut komen. Kijk, die komt mij zo hier. Komt ze zo aangereden daar straks. En dan pikt ze mij op. En ik sta hier even te wachten. Maar goed, mijn vraag is aan jullie. Daar gaat het eigenlijk om. Wat gebeurt er als je dus een beetje bonje in huis hebt? Ja, dat heb ik dus ook wel eens een keertje, ja. Niet te lang hoor, met Jut. Ja, dat gebeurt natuurlijk. Krijg je oneenigheid. Ik weet niet meer hoe dat nou begon. Want het ging over iets heel lulligs. En ineens was het... Zij begon zo van, ja, meneer weet het weer beter. En toen begon het, ging het heen en weer. Ik zei, nou, ik weet niks beter, maar... En huppelde, puppen, hupt. En toen was het in één keer bingo. Ja, en toen werd er dus gezwegen. En toen werd het dus ook behoorlijk ongezellig even. Ja, ja, ja. En dan is de vraag, beste vrienden. Wie van de twee begint er weer het eerste te praten? Wie van de twee heft de stilte op? Dat is dan de vraag. Ja, kijk, kom ze aan. Kom ze aan. Kom ze aan. Zie je? Kijk, daar staat ze. Ja, kom ze maar halen. Ja, is dat even lief? Maar... Ik ga dat eventjes met Jut even bespreken nu in de auto. Hè? Let op, hè. Zo, deurtje dicht. En kijk. Ja, daar is ze dan, Jut. En ja, ik zei het al. Dan gaat het erom. Wie doet er dan het eerst zijn mond weer open? Na even ongezellig zwijgen. Oh, zie je het vingertje? Hier? Ja. Ja, Jut. Ja, want ik doe dit hoor. Mondje dicht. Ja, ik zeg geen woord hoor. Want ik ben dan zo narig en zo nijdig. En dan denk ik van, ja, ik zeg gewoon helemaal niks. Maar Jut, kijk hier, daar zit ze. Ja, die denkt dan bij zichzelf. Ja, ik genoeg. Weet je, hè? Genoeg. Genoeg, denkt ze dan. Maar dat kan heel kort zijn hoor. Kan al na een half uur zijn. Dan zegt Jut, oké. Dit was het dan. En die begint gewoon weer te praten. En dan hebben we het er helemaal niet meer over. En dan is het klaar. En uit en af en amen. Dat is hem. Nou. En nou vraag ik me af, vrienden. Ja. Hoe is dat bij jullie dan? Ja, hè? Ja, want hier wordt dat dus vrij rap opgelost. En gelukkig hebben we de verstandige Jut hier bij de hand. Maar hoe is het bij jullie thuis dan? Hè? Ja? Gaan jullie lekker door zitten zwijgen? Met z'n allen? Of, het kan soms een dag duren. Kan soms anderhalve dag duren. Oh, ik zeg niks. Of wordt dat ook snel opgelost? Nou, hey, vrienden, ik hoor het wel van jullie. Jut, zeg even een dag. Dag.